Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Chilltrax, de enige echte natuurlijk. Nou, ja, het is nog steeds kommer en kwel, het is nog steeds herrie boven. En ja, ik voel me eigenlijk niet echt meer prettig hier in dit huis. Het is echt, ja, gehoorig. Je hoort alles. Ik heb alweer een paar nachten niet kunnen slapen ervan. En nu momenteel is het even rustig. Maar ja, het is niet echt prettig wonen hier meer. Ik voel me eigenlijk ook een beetje onveilig hier. Ik vind het huis eigenlijk best wel onveilig eigenlijk. Maar ja, jullie weten het. Die fantastische woningstichting De Woonbron. Verschrikkelijke organisatie. Ja, die doet er geen ene hol aan. En ja. Ik zal het er voorlopig nog mee moeten doen, omdat ik nog niet erg lang ingeschreven staat voor een ander huis. Dus ik moet het er voorlopig, moet ik het er nog even mee doen. Ja, leuk is anders in ieder geval. Maar zoals ik al een paar vlogs geleden zei, ik ga hem eigenlijk niet weg laten pesten. Dat doe ik echt niet. En dat ga ik ook zeker weten niet doen. Ik zit gewoon de tijd uit hier. Oh. Ik probeer zo plezierig mogelijk te maken voor mijn eigen. Ik ga binnenkort. Ga ik. Ik heb deze lampjes opgehangen. Binnenkort ga ik deze. Hier ook. Ga ik hem ook vol met lampjes doen. Dus dan hier ook. En dan misschien doen we wel een strook zo. Dat het een beetje. Ja, ik ga het een beetje versieren. Vind ik wel leuk om mijn tuin een beetje te versieren. Ja, dit was eigenlijk net te kort eigenlijk. Ik moet eigenlijk een iets langer hebben. Dus ik wilde eigenlijk wil ik nog twee van die stroken erbij hebben, zodat ik in ieder geval hier de hele omgeving langs het hek dat ik dat allemaal kan doen. En ja, misschien nog wel wat anders erbij, ook een beetje leuk maken, een beetje versieren. Dan is het toch gezellig. Ik vind het wel heel erg gezellig om die lampjes aan te hebben 's avonds. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dus ja, vanavond weer lekker livestream in ieder geval. Voorlopig weer elke avond een GTA'tje livestream. Vind ik wel ontzettend leuk om dat te doen. En ja, binnenkort ga ik weer naar de kermis toe. Daar ga ik in de volgende vlog ga ik het een beetje erover hebben. Waar ga ik naartoe? Daar ga ik ook al spoileren. Dan krijgen jullie te horen wat de tweede kermis is. Jullie weten dat de eerste Tilburg is. En de tweede, dat is nog een verrassing. Dat horen jullie de volgende vlog. Horen jullie dat? Dus ja, in ieder geval maken we hier het beste ervan. Met de twee poesjes, Burrito en Dribbel. Kijk, we hebben hier Burrito. Burrito, hey, oude vriend, hè? Ja, en waar is Dribbel nou? Oh, Dribbel zit daar zo. Kijk, waar is Dribbel nou, joh? Waar is Drippie? Dribbel. Dribbel. Oude vriend. Lekker bezig. Dus, ja, dat wou ik eventjes. Dat wou ik eigenlijk even een beetje kwijt eigenlijk. Ik wou eigenlijk even een. Oh, ik doe de camera doe ik weer de verkeerde kant op. Maar daar wou ik het eigenlijk even een beetje over hebben, over het huis, ja. Nee, het is niet fijn wonen meer hier zo. En als ik ga verhuizen, dan ga ik ook weg uit deze straat. Ik heb vanaf 1990 heb ik hier gewoond. Dus dat is echt een behoorlijke tijd. En ja, 32 jaar bekend. En ja, ik gaat ook de wijk, ga ik in ieder geval uitgaan. In een andere wijk wil ik in Spijkenisse gaan wonen. Ik blijf wel in Spijkenisse wonen, want het is gewoon makkelijk vanwege mijn werk. Want ik werk natuurlijk in Spijkenisse. Dus ik ga gewoon, ja, lekker blijf ik in Spijkenisse. Maar ik ga wat dichter, waarschijnlijk ga ik bij Ger en Ricardo wonen. Ik ga meer naar de akkerskant op. Maar ja, dat is nog helemaal niet zeker. Misschien vind ik ergens anders wel een mooie huis. Dan ga ik daar wonen. In ieder geval moet het, heb het wel een paar. Ja, heb ik wel een paar wensen. Want natuurlijk, als ik ga verhuizen, moet ik er een beter huis voor terugkrijgen. In ieder geval iets groter.
Ik wil in ieder geval, ik heb nu nog maar één slaapkamer. Ik wil eigenlijk twee slaapkamers hebben. En ja, of dat het dan een tuin is, of dat ik dan nog een tuin heb of een balkon heb, dat maakt mij nou niet echt heel erg veel uit. Het liefst een tuin natuurlijk. Want ik vind de tuin vind ik wel ontzettend lekker. Ik vind het heerlijk om in de tuin lekker te zitten. Maar in ieder geval moet het een stuk rustiger wezen. En ja, dat vind ik gewoon een stuk beter. In ieder geval ja, wil ik nog gaan verhuizen. Maar ja, het zal eventjes een tijdje duren. Want ja, ik ben afhankelijk van, ja, van de tijd dat ik ingeschreven sta. Je moet tegenwoordig een hele lange tijd ingeschreven staan. Weer een ander huis krijgen. Dus het zal nog wel eventjes, in ieder geval sowieso denk ik wel een jaar of vijf nog duren dat ik hier weg ga. Gek eigenlijk. Dat als het ooit eens een keer gaat gebeuren dat ik, dat ik ga verhuizen. En ik kijk deze beelden weer. Dan denk ik, hey, dat is mijn oude huis. Dat is er in mijn oude huis opgenomen. Daar, ja, zal wel even wennen wezen. Maar in ieder geval, voorlopig blijf ik nog even hier. Totdat ik wat beters vind. En dan ben ik weg hier. Want ik ben eigenlijk zat mijn buurman hier naast me. Die is ook weggegaan. Eigenlijk, die had eigenlijk precies dezelfde dingen als ik. Waardoor die weggegaan is. En ik heb eigenlijk precies hetzelfde eigenlijk. Ik zou eigenlijk ook best wel weg willen. Ze hebben het ongeveer een jaar of 5, 6, 7 geleden. Wou ze nog een keer. Is er nog sprake van geweest. Om deze huizen plat te gooien. Nou, ze mogen deze huizen best voor mij plat gooien. Want dan ja, is het voor mij alleen maar makkelijker om te verhuizen. Heb ik voorrang. Krijg ik nog een geldbedrag of zo. Omdat je verplicht dan moet verhuizen. Dus dat zou wel extra lekker wezen. Maar ja, voorlopig zitten we hier nog eventjes. Maken we het beste ervan. En er komen nog een hele hoop leuke video's. Te beginnen met aankomend weekend natuurlijk. De Tilburgse kermis. Altijd leuk, altijd gezellig. En in de volgende vlog gaan jullie horen wat die tweede kermis is. Als het goed is, kan je het al een beetje raaien. In ieder geval, bedankt jullie voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik zou zeggen jongens, groetjes van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.